Higden. Castellón. Voorzet van Leiva Cabessi. Tadić let even niet op. Kans. Doelpunt. Ja. We schrijven 41 seconden en Castellón opent hier de score voor NEC. Zendelingenlegioen daar in de Goffert. NEC heeft veel gedaan in paniek, maar wat doet Vermeer nu in paniek? Die speelt de bal naar Castellón en dan pakt Vermeer die bal. Die dacht natuurlijk Castellón is van Ajax. Castellón komt ertussen omdat Martina de bal te ver voor zich uitspeelt. Hier gaat Rex. Marsman is eerder bij de bal en lost het zo op. Geen enkel risico genomen door de keeper van FC Twente. Conboy, Berghuis zet druk. Dan hebben we Cabessi. Goeie actie, Castellón. Dit is de eerste grote kans van de wedstrijd. NEC op voorsprong. Nee, redding Esteban. Goed gekiept door Leiva Cabessi. Buis geraakt door Castellón. Dat al is uitgekeerd, maar nog niet is uitgegeven aan een vorm van tribunes of een verbouwing aan de kleedkamer. Daar worden toch wel wat vraagtekens bij gezet. Terwijl Castellón hier de 2-1 maakt. Ik word doodziek van de boekenman. Ajax. Arjen van Loo. Van 1999 tot 2006 was hij al de keeper van Heracles. Daarna 6 seizoenen Groningen. Goed gesprongen voor je, Chibi. Kwanza, Bruns. Krijgt nog een tik van ver. Ja, dat zijn af en toe. Een minuut of 5 na de openingstreffer van Gosens. Geoffrey Castellón. En ook die is prima genomen. De buitenkant van de paal. Het beste moment van de... Castellón. Eriksen. En weliswaar op zichzelf aangewezen, maar toch aan de bal nu. Castellón. Castellón, goed schot en er is een redding van Vermeer voor nodig om te voorkomen dat Heracles scoort. Het is de derde. De Jong. Misverstand met Fischer. En een goede bal of Castellón. Wie is er eerder bij? Oh, daar gaat Vermeer, denk ik. Nee, de vlag blijft naar beneden. Bossen zegt er is niets aan de hand. Nou, dat was een precair. Het gekke is wel dat met een man minder Ajax werd gedwongen tot meer concentratie, meer scherpte. En dat vertaalt zich terwijl nu Castellón een mogelijkheid krijgt op 3-1. Ik zelfs nog denk dat Moisander een klein overtredingje maakt. Ramstein bal kwijt. Venovic. Met Gaudier en Castellón bij zich. En dan bij toeval Castellón buitenspel gegeven. Dus gaat het doelpunt dan door of niet? Gusebuur gaat nu even overleggen. De vlag is namelijk omhoog. Maar ja, die bal kwam uit de kluts via twee spelers van V. Een bal naar Castellón, buitenspel. Zijn tweede buitenspeldoelpunt. Maar de vorige was het dus. Een enorm risico neemt door zo te verdedigen tegen Castellón. Die twee keer op het randje wordt teruggevlacht. En tot twee keer doet die bal dan ook aardig nog inschiet. Venovic. Midden-Noord heeft dat uiteraard als eerste door. Castellón.
In het begin van het laatste kwartiertje staat het 1-1. Mooie loopactie van hem. Het is. Van Arnold, half van de Heide. Trajanovic. Over Castellon heen. Kansa. Castellon. Aardig. Nou, wat heet. Heel aardig. Raak. 73e minuut. Ja, hij moet er dus drie maken. Geen buitenspel voor Castellon. Nou, dan moet het nu gelijk worden. Castellon, hoek lastig. Castellon, doelpunt. Het is gelijk. Na iets meer dan een half uur scoort John. Dat kan in het geval van Heracles natuurlijk niet. Aanvallender dan het al is. Maar het moet wel of jacht naar de gelijk maken. Castellon, Bruns, en daar is hij al. Thomas Bruns. Amper een minuutje na het doelpunt van Jesse is hier een heerlijk schot van Thomas Bruns. 2-2. Over Thomas. Armenteros. En dan wordt Castellon vrijgemaakt. Prachtig gebeurt dat. En hij bekroont dat met een goal. Het lijkt op zaalvoetbal. Die van die ene partij in het geel die staat er. In plaats van een simpele oplossing te kiezen. Vitesse maakt er eigenlijk maar een potje van in de tweede helft. Het is dat die marge zo ruim is. Van een Castellon. De paas is goed. Castellon nou. 1-1. Castellon doet het heel mooi. En hij doet het zelfs prachtig. Het is 1-1. En dat komt RKC toe en eerder gezegd Vitesse ook. Niet als je de vrije trap zo op die manier neemt. Drost kon makkelijk onderscheppen. Aouazar van Mosselveld. Terug naar Zoet. Daar is Castellon. Nou, 2-1. Castellon. Ja, 2-1. En dan is het dus toch weer een wedstrijd. Bal die zomaar doorstuit. Bij die vrije trap van Sander Duits. Gaf hij een half minuutje daarvoor een splijtende paas. Nu de vrije trap van Duits. Handig hakje en Castellon maakt er 1-0 van. Hij raakt ook geblest. Straatlengte voor. Braber, goed gelopen. En wat ruimte gegund door Nuitink. Braber. Nuitink kwijt. Mooi gelegd. Wat een prachtig doelpunt van Castel. Zwak aangenomen door Wermbloem. Daardoor RKC met Aouazar. En met Castellon. En het is raak ook voor RKC. In blessure. In de 83ste minuut. Goed gekiept weer door Zoet. Die na dat wankele begin zich helemaal heeft hersteld in deze wedstrijd. De uitbraak van RKC met Snow en met Castellon. En dan kan RKC op 2-0 gaan komen. Castellon doet dat. Hij maakt.